Applaus, beste mensen. Maurits Martijn, de correspondent. Hallo, ben ik te horen? Ja. Hallo, goedenavond. Goed om hier te zijn. Dankjewel, Jarno, voor de uitnodiging. Ik ben gevraagd om vanavond iets te vertellen over de keerzijde van Big Data. De vorige spreker heeft een beetje de rode loper voor mij uitgerold, in zekere zin. Hij heeft mij een hele mooie Daily Blind voorzet gegeven, die ik heel even in ga koppen. In het begin van Mark zijn toespraak liet hij beelden zien van de IBM-computers. De IBM-computers die de volkstelling in Amerika deden. Dat klopt, dat waren de zogenoemde Hollerith-machines. Dat waren dezelfde machines die ongeveer 10 jaar later in elk concentratiekamp werden gebruikt. Waaronder Dachau en Auschwitz. Daar heb je de eerste keerzijde van Big Data. Maar goed, daar ga ik het vanavond niet over hebben. Ik ga het vanavond hebben over privacy. Ik ben journalist, ik schrijf voor De Correspondent. Daarvoor werkte ik 6 jaar voor Vrij Nederland. Ik schrijf over technologie en over surveillance en over privacy. Ik ben een journalist, geen activist, maar ik vind privacy wel ongelooflijk belangrijk. Het is wel echt iets waar ik ook voor zou willen strijden als het zou moeten. Ik denk dat privacy de private ruimte is die je als mens nodig hebt om mens te worden. Om je eigen ideeën te leren formuleren en tot eigen ideeën te komen. En dat is in mijn ogen iets waarvoor gestreden moet worden. In mijn werk kom ik heel vaak reactie tegen als ik weer eens een stuk schrijf over wat de overheid allemaal over ons weet of wat voor gegevens bedrijven allemaal over ons verzamelen. En dat is de reactie: waar heb je het over? Ik heb toch niks te verbergen, dus wat maakt het mij uit? Ik vind het niet erg als ik in 500 verschillende overheidsdatabases zit, want ik doe niks verkeerd. Ik vind het niet erg als ik op nu.nl kom en na 1 minuut hebben al 70 verschillende bedrijven informatie van mij verzameld. Dat maakt me niks uit, want ik heb niks te verbergen. Ik ga in het komende half uur proberen jullie ervan te overtuigen dat dat een redelijk gevaarlijk argument is. Ik heb een half uur, dus ik ga opschieten. Oké, ik heb niets te verbergen. Ik denk dat de meeste mensen wel die reactie, die reflex, die emotie misschien wel herkennen als het gaat over privacy. Van ja, oké, de NSA, wat maakt het uit? Ik doe toch niks verkeerd? Je ziet het eigenlijk op 3 verschillende manieren terugkomen, dat argument. Ik heb niks te verbergen, dus de overheid mag alles van mij weten. Ik heb niets te verbergen, dus Google en Facebook en allerlei andere bedrijven mogen met mijn leven meelezen. Ik heb niets te verbergen, dus de NSA zoekt niet naar mij, want ik ben geen terrorist. Er zijn verschillende variaties op ik heb niets te verbergen. Ik doe niets verkeerd. Ik doe niets illegaal. Ik ben geen crimineel, terrorist, pedofiel, dus ze zoeken niet naar mij. Ik ben niet interessant genoeg. Wie ben ik? Goed. Nu ga ik dus proberen om dit argument te debunken. Er zijn een aantal filosofische tegenargumenten. Ik ben filosoof. En een van de redenen dat ik journalist ben geworden is omdat mensen dan wel naar je luisteren. Dus ik ga hier niet te lang bij stilstaan. Maar het is wel heel belangrijk. Er is geen ik zonder iets te verbergen. Dan moet je je voorstellen dat ik hier nu sta en dat ik alles wat ik ben in mijn geest, alles wat ik ben, aan jullie laat zien. Dat kan helemaal niet. Dus je bent altijd als mens al van alles aan het verbergen. Je laat altijd maar een bepaald deel zien van je geest, van je ziel, weet ik veel hoe je het noemt. Dus de zin ik heb niets te verbergen klopt filosofisch gezien niet, want je verbergt namelijk altijd al iets. Goed, dit is echt een beetje een wijsneuzerig argument, sorry daarvoor.
iets duidelijker is misschien de volgende. Sociale relaties zijn niet mogelijk zonder iets te verbergen. Ik laat nu een bepaald deel van mezelf zien dat ik als ik morgenochtend thuis kom bij mijn vriendin, niet laat zien. Ik laat elke avond thuis in bed bij mijn vriendin een andere kant van mezelf zien dat ik zo meteen op de borrel aan jullie laat zien. Dat is logisch. Je moet in de sociale relaties die je onderhoudt, op je werk, in je familie, moet je steeds een ander deel van jezelf laten zien. Je verbergt altijd een belangrijk deel van jezelf. Je bent nooit dezelfde persoon. Maar goed, dit was het filosofische gedeelte. Een van de belangrijkste tegenargumenten, het belangrijkste argument tegen ik heb niets te verbergen, is wat is verkeerd of fout? Als je zegt ik heb niets te verbergen, ik doe niets fout, weet je eigenlijk wel wat fout is? Klinkt nog een beetje abstract, maar dit bijvoorbeeld. Dit is een foto van een boot op de Canal Pride in Amsterdam. We weten allemaal wat dat is. Ik weet niet hoe het in Groningen zit, maar in Amsterdam vinden wij dit niet fout. Dit vinden wij gewoon leuk. Dit vinden wij oké. Homo's op een boot, leuk. Doen we aan mee. In Rusland denken ze daar heel anders over. Dus wat wij hier niet fout vinden, kunnen ze ergens anders wel fout vinden. Dit is een foto van een bachelor party. Een jongen die, nou ja, hè, zo doe je dat op een bachelor party, stripclub en nou ja, je gaat dan liggen. En, op dit moment, in deze context, in deze stripbar, is dit niet fout. Dit hoort erbij, dit is waarschijnlijk heel grappig en leuk. In de context van het werk van deze jongen, stel je voor dat een vriend van hem hier een foto van maakt en Facebook zet. En misschien vindt zijn baas dit wel heel erg fout. Misschien vindt zijn baas iets als imago voor het bedrijf best belangrijk en vindt hij dit wel fout. Ander voorbeeld, vreemdgaan. Ik vind vreemdgaan verkeerd in mijn relatie. Ik heb wel eens een vriendin gehad die daar anders over dacht. Volgens de Nederlandse wet is vreemdgaan niet strafbaar. En in Saoedi-Arabië krijg je er de doodstraf voor. Wat ik met deze voorbeelden probeer te laten zien is dat wat verkeerd is of wat fout is, als je dus zegt ik doe niets verkeerd, ik heb niets te verbergen, is totaal afhankelijk van de locatie waar je woont, de persoon die het zegt, het perspectief, de context. Dat was argument 1. Argument 2. Je weet niet wat allemaal illegaal is. Dus als je zegt, ik heb niks te verbergen, want ik doe niets illegaals, dat kan je eigenlijk niet zeggen, want er zijn in Nederland 11.000 wetten. 11.000 wetten waarin staat wat fout is of wat illegaal is. En ik denk dat er maar 2 of 3 gekke advocaten zijn die al die wetten uit hun hoofd weten. Er zijn ook nog eens 140.000 bepalingen daarbij en in Amerika is het boek nog dikker. Argument 3 is het foute verandert. Wat nu fout is, is misschien over 20 jaar niet fout. En andersom, neem bijvoorbeeld homofilie. Ik geloof dat het 30 of 40 jaar geleden was dat homofilie in Nederland nog strafbaar was. Dus op het moment dat je je dan in het openbaar een homo toonde, dan was je strafbaar, dan vertoonde je illegaal gedrag. Nou, dat is nu niet meer zo. Andersom, pedofilie was tot in de late jaren 70 iets waarvoor bijna niemand zich schaamde. Dat was iets wat gewoon in het openbaar besproken werd. Dat is nu wel strafbaar. Nou, wat betekent dat nou? Nou, stel je voor dat roken over 30 jaar strafbaar is. Ik denk dat dat echt serieus kan gaan gebeuren, misschien al wel eerder. Ik rook. Er zijn van mij ongelooflijk veel foto's online te vinden met een sigaret in mijn hand. Op dit moment is dat niet strafbaar. Op dit moment doe ik niks fout. Op dit moment heb ik dat niet te verbergen. Maar over 30 jaar misschien wel. Hetzelfde kun je zeggen over vlees eten. Er zijn ook foto's van mij met een hamburger in mijn hand. Misschien is dat over 30 jaar ook wel strafbaar.
Dus het foute verandert. Dus als je nu zegt, ik heb niks te verbergen. Oké, misschien is dat zo op dit moment. Maar misschien is het morgen totaal anders. Argument 4. Je weet niet waar ze naar op zoek zijn. Stel je voor dat ik een artikel schrijf over Nederlandse jihadi, Nederlandse jongeren in Syrië. Ik doe mijn research goed. Na 2 weken krijg ik een e-mail en een telefoonadres van een paar jongens. Ik krijg die jongens ook te spreken. Ik schrijf een heel mooi artikel, want ik heb die jongens gesproken over hun beweegredenen. Het is een vrij heftig stuk om te maken, het duurt heel lang. Ik ben moe. Ik besluit, ik ga even naar New York. Gewoon na het artikel is af. Ik ga naar New York. Voor vertrek besluit ik met mijn vriendin om een levensverzekering af te sluiten. Voor je weet maar nooit. En ik boek een enkeltje New York. Want ik weet nog niet wanneer ik terug ga. Oké, dus daar sta ik dan. Aan de douane. Met e-mailadressen en telefoonnummers van jihadi in mijn telefoon. Met een enkeltje New York en een net afgesloten levensverzekering. Nou, als er dan niet ergens een belletje afgaat, dan weet ik het ook niet meer. 5. De big data overheid is niet zomaar te vertrouwen. Dit is de voorkant van een rapport. Ik sprak net iemand van tevoren die aan dit rapport heeft meegewerkt. Dit is enerzijds een geweldig rapport. Het is van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. En dit gaat over de manier waarop de Nederlandse overheid omgaat met informatie over burgers. Het is een geweldig rapport. Het is ook een zeer angstaanjagend rapport. En daar staat namelijk redelijk gedetailleerd in uitgelegd dat de Nederlandse overheid vreselijk slecht is in het omgaan met onze gegevens. Daarbij komt dat de Nederlandse overheid alleen maar meer gegevens van ons verzamelt. Ik heb 2 citaten uit het rapport. Sorry. Het verzamelen van steeds meer informatie en het aanleggen van koppelingen daartussen lijkt nauwelijks meer in het gereel te krijgen. Het resultaat is dat informatie vervuilt, onduidelijk is wie verantwoordelijk is voor informatiestromen en dat burgers, bedrijven en ook instanties binnen de overheid zelf verstrikt raken in de datakluwen van de overheid. Dit klinkt echt als een anarchistisch pamflet, maar dat is het niet. Dit zijn allemaal hoogleraren die dit hebben geschreven. Nog eentje. Over de hele linie moet de assumptie dat informatie juist is vervangen worden door het besef dat de informatie op onderdelen hoogstwaarschijnlijk niet accuraat, verouderd en soms zelfs misbruikt en gemanipuleerd zal zijn. Dit gaat dus over informatie in handen van de overheid. Informatie bij de gemeente, noem het maar op. Nu is de default positie, dat is overigens een heel gek woord, dus of nou ja, de default position bij de overheid te sterk dat het systeem de waarheid in pacht heeft, worden de foutmarges genegeerd en verschuift de verantwoordelijkheid voor het probleem steeds meer richting burger. Nou, nu kun je denken, oké, academisch geouwe hoer. Nee, dat is niet zo. Dit is Alexander Dolmatov. Dit is een Russische asielzoeker die een paar jaar geleden hier in Nederland asiel vroeg en kreeg. En die zich vervolgens in een cel heeft opgehangen. Nou, wat heeft dat hiermee te maken? Hij was naast activist, was hij ook psychisch ziek. En hij mocht eigenlijk niet, gezien zijn ziekte, in een bepaalde cel zitten. Maar door een computerfout, letterlijk, een databasefout, stond er in plaats van geen kruisje, wel een kruisje achter zijn naam, waardoor hij in een cel terecht kwam waar hij eigenlijk niet in zou moeten mogen zitten en waar hij zich dus op kon hangen. Want er was bekend dat hij suïcidale neiging had. Toen ik mij een beetje verdiepte in deze casus, toen las ik echt gewoon dat rapport van de WRR, las ik daarin terug. Nog een voorbeeld, Ron Causolea, jullie misschien bekend, is het Nederlands bekendste voorbeeld van identiteitsdiefstal.
een zeer zware crimineel, die allemaal zware inbraken en rampkraken en zo deed. Die heeft letterlijk zijn naam gestolen. Dus onder zijn naam werden allemaal vrij heftige misdaden gepleegd. Dan zou je denken, oké, als dat één keer bekend is dat hij dat niet gedaan heeft, dan kan je dat wel herstellen. Maar deze man, het is deze man tot op de dag van vandaag nog niet gelukt om zijn naam 100% te zuiveren. Dus het komt met regelmaat voor dat hij over de grens wil, dat hij zijn paspoort laat zien en dat de douanier zegt, nee, sorry, je mag niet, want je staat op een lijst of zo. Ik weet niet precies hoe dat werkt. Dat is echt te bizar voor woorden. Maar ook dit is exact een voorbeeld van hoe het kan gaan als je een overheid hebt zoals de onze. Die gewoon niet weet hoe het om moet gaan met alle informatie die het over ons heeft. Goed, we hadden het net over de overheid. Dat je die dus niet kan vertrouwen. Nou, bedrijven kan je ook niet vertrouwen. Dat is een beetje kort door de bocht, sorry. Google en Facebook, de bekende voorbeelden natuurlijk van de big data machines. En dat is ook helemaal terecht. Als je ziet wat deze twee bedrijven over ons weten en hoe weinig wij over deze bedrijven weten, is eigenlijk heel gek. En ze verdienen er ook nog eens miljarden aan. Maar ik wil eigenlijk vooral even stilstaan bij andere bedrijven die jullie misschien niet zo goed kennen. Dit zijn de zogenoemde datamakelaars, databrokers. Recorded Future is er één, Axiom is er één, omzet 1,15 miljard dollar. Intellius is er één, Rapleaf is er één. En dit zijn bedrijven die letterlijk handelen in onze persoonsgegevens. Hoe doen ze dat? Dit is een voorbeeld van een artikel dat ik gemaakt heb samen met een collega. Wij hebben samen met een aantal nerds die software voor ons hebben gemaakt, hebben wij gekeken wat er gebeurt op het moment dat jij als gewone internetgebruiker online gaat. Wat gebeurt er dan? Nou, ik noemde het voorbeeld net al even. Op het moment dat je op nu.nl zit, een minuut, dan gaan er gegevens van jou naar 44 verschillende bedrijven. Als je naar Voetbalzone gaat, dan gaat er na anderhalve minuut informatie van jou naar 80 verschillende bedrijven. En dat, die informatie varieert van het besturingssysteem dat je gebruikt, wat voor type computer je hebt, tot je naam, je telefoonnummer, of althans, dat zeggen die bedrijven zelf, dat ze die informatie over jou verzamelen. Datzelfde geldt ook voor je smartphone. Als je bijvoorbeeld de zaklamp-app downloadt op je smartphone, dan gaat informatie over jouw telefoonboek naar een Amerikaanse databroker. Waarom de zaklamp-app het nodig heeft, ik weet het niet. Maar het gebeurt. En die bedrijven in Amerika, het zijn voornamelijk Amerikaanse bedrijven, het zijn ook wel wat Nederlandse bedrijven, zeggen zelf gewoon op hun site wat voor informatie zij allemaal over ons, dat is misschien een beetje te sterk uitgedrukt. Het gaat vooral over Amerikanen, hoewel wij in ons onderzoek ook een aantal van deze Amerikaanse datamakelaars tegenkwamen. Die dus ook op de Nederlandse markt, ook bij Nederlandse sites en apps, informatie naar binnen trekken. En wat zij dus allemaal van ons weten, zetten zij zelf op hun site. Het is echt de moeite waard om daar eens op te kijken. Maar er is recent ook een onderzoek geweest van de FTC, de Federal Trade Commission, zeg maar de Amerikaanse Consumentenbond van de overheid. Die hebben echt onderzoek gedaan naar wat weten deze bedrijven nou over. Volgens Axiom, de grootste, zegt dat het informatie heeft over 800 miljoen mensen. Nou, dit zijn een paar kleine voorbeeldjes. Namen, telefoonnummers, e-mail, oké. Maar ook bijvoorbeeld of je wel eens faillissement hebt gehad. Welke operating systeem je gebruikt op je computer. Welke social media accounts je gebruikt.
Maar ook bijvoorbeeld of je wel eens gokt online. Of je een zwembad hebt. Of je behoort tot de zogenoemde big spenders. Welke politieke overtuiging je hebt. Ja, hoe ze erachter komen, geen idee. Of je een voorkeur hebt voor een bepaald filmgenre. Etcetera. Het is ongelooflijk. Wat zij zeggen te weten, dat is niet normaal. Nu, zelfs nu kun je nog zeggen van ja, maar wat maakt het uit? Ik vind het helemaal niet erg. Iedereen mag weten dat ik van Die Hard hou en dat ik een zwembad heb. Dit zijn mijn schoenen, zoals jullie zien. En deze schoenen heb ik een half jaar geleden gekocht. In de winkel, gewoon cash betaald. Ik heb nog nooit naar die schoenen gezocht. Nog nooit. Nog nooit iets online gedaan wat ook maar een beetje met deze schoenen te maken heeft. En ik had die schoenen gekocht en ik zat, denk ik, 3 weken nadat ik ze had, had ik ze aan. Toen zat ik achter mijn computer en toen ging ik naar een site, ik weet niet meer welke. En toen werden deze schoenen mij aangeraden. En ik kan jullie zeggen, dat is echt heel eng. Want dan kent iemand jou dus zo goed blijkbaar, dat hij kan voorspellen dat deze schoenen voor jou interessant zijn. Goed, ook hiervan kun je zeggen dat het geen probleem is. Maar ik vind dit dus wel echt een probleem. Ik vind het eng ook. Dit werd net al even aangekaart. Het voorbeeld van het meisje dat zwanger was. En dat zij en haar vader dat eigenlijk te horen kregen van de winkel waar haar betalingsgegevens werden geanalyseerd. En dan ga je meteen denken aan, nou, ze kocht dus augurken en een bepaald type shampoo of chocola of weet ik veel. En dan dachten ze, hé, zij is zwanger. Maar dit zijn misschien nog wel grotere problemen van dit, zeg maar, commerciële web waar wij totaal geen zicht op hebben. Dat is 1, veiligheid en hackers. 4 van de 9 grootste databrokers die dus van miljarden mensen gegevens hebben en hele gevoelige gegevens, zijn al een keer totaal gehackt. Waarbij dus al die gegevens op straat kwamen te liggen. En dat niet alleen, die gegevens werden ook verkocht aan een andere groep hackers die gespecialiseerd zijn in identiteitsdiefstal. In Amerika hebben ongeveer 30.000 mensen hebben echt last gehad hiervan en ook financieel verlies geleden. 1. 2 is de NSA. Een van de lessen van Edward Snowden is dat de NSA dan wel technisch, dan wel juridisch toegang heeft tot de gegevens van Amerikaanse bedrijven. Dus ook tot deze bedrijven. En datzelfde geldt, of in ieder geval dat zijn zeer sterke geruchten. Ik hoorde dat er iemand van de Nederlandse politie in de zaal is. Nou, daar zou ik graag zo even mee willen praten. Want er zijn hele sterke geruchten dat ook de Nederlandse politie bij dit soort bedrijven gegevens over Nederlanders koopt. Waarom? Omdat ze die zelf niet mogen verzamelen. Maar goed, dit is een gerucht, zoals ik al zei. Om met een vrolijke noot te eindigen. Dit is het bevolkingsregister in Amsterdam, het oude bevolkingsregister. Dit is overigens meteen mijn laatste argument. Mark zei net al van big data is eigenlijk iets dat al veel langer bestaat. We denken dat dat te maken heeft met internet en zo. Misschien is dat ook wel zo. Alleen het fenomeen, zoveel mogelijk gegevens verzamelen en die analyseren, bestaat al veel langer. In Amsterdam, Nederland staat ook bekend om... wij zijn heel goed in het verzamelen van gegevens. Dat zijn we altijd al geweest. En in 1930 werd in Amsterdam het bevolkingsregister aangelegd. En in dat bevolkingsregister stonden zoveel mogelijk informatie over alle bewoners van Amsterdam. Waar ze woonden,
hoe ze heten, hoe oud ze waren, wat ze deden, familieverbanden, maar ook religie en etniciteit. Met andere woorden, wij waren heel erg goed in het registreren van onze Joden. En het probleem is, en dat is ook in mijn ogen een parallel met vandaag, is dat dat ook echt met hele goede bedoelingen werd gedaan. Het was gewoon een heel goed idee. Waarom? Nou, we hadden de verzorgingsstatus, we hadden verzekeringen, we hadden toeslagen. En dan was het heel handig om zoveel mogelijk over mensen te weten, zodat je ze zo makkelijk mogelijk kon bereiken. De keerzijde hiervan was uiteraard dat toen de nazi's naar Nederland kwamen, zij hier in een gespreid bedje kwamen. Want er was precies te achterhalen en ook heel snel waar alle Joden in Amsterdam woonden, die dus ook heel snel gevonden konden worden. Ik zei een positieve noot, dat is geen grap, want de andere kant van dit plaatje is namelijk ook dat verzet wel degelijk mogelijk is. Het zogenoemde kunstenaarsverzet pleegde deze aanslag op het bevolkingsregister precies om deze reden. De brandweer, de Amsterdamse brandweer, was ook deel van het complot en kwam bewust iets te laat aan, nadat het, zodat het brand, de brand een beetje goed kon woeden en bleef bewust ook extra lang blussen, zodat al die documenten ook echt niet meer leesbaar waren. En dat vind ik wel een soort opwekkende gedachte uit deze redelijk vreselijke anekdote, of anekdote, hoe noem je dat? Verzet is mogelijk. Verzet nu, ik denk dat het, we hebben hiervoor een redelijk positief verhaal gehoord over big data en over de mogelijkheden ervan. En, ik geloof daar ook wel in. Ik geloof echt wel dat het mogelijk is om bepaalde problemen, of het nou zakelijke problemen zijn of problemen als armoede, om daar, niet om ze op te lossen, maar misschien wel om daar beter mee om te gaan als je weet hoe je om moet gaan met grote hoeveelheden gegevens. Maar ik vind het minstens zo belangrijk dat we ons ook bewust zijn, zowel van de historische context, maar ook dat we ons bewust zijn over welke gegevens er van ons op dit moment al allemaal verzameld worden. Ik heb me daar dan professioneel in verdiept en ik ben daar echt wel van geschrokken. Als je ziet hoeveel onbekende bedrijven zeggen gedetailleerde profielen van jou te hebben. Ja, what the fuck, waarom heb jij een gedetailleerd profiel van mij? Wat moet je daarmee? Vervolgens, dat bewustwordingsproces, dat kun je ook, daar zijn verschillende technische tools voor. Je hebt bijvoorbeeld de tool Ghostery. En als je Ghostery installeert in je browser, dan kun je zien wat er gebeurt op het moment dat je aan het surfen bent. Dan zie je dus bijvoorbeeld als je naar nu.nl gaat, dat er 41 bedrijven zijn die met je meekijken. Nou, als je dat prima vindt, oké, maar zie het maar eens en kijk maar eens hoe je er dan op reageert. Er zijn ook verschillende tools als je hier iets aan wil doen. Hè, als je iets wil doen aan die commerciële webtrackers, zijn er verschillende tools die je kunt gebruiken. Ik zou daar eventueel na afloop nog wel wat over willen zeggen. Tools om je af te schermen tegen dat ecosysteem. Een beetje, want nooit helemaal lukt niet altijd. Of lukt nooit. Er zijn ook verschillende tools, en dat is weer een stap verder, om anoniem te kunnen zijn online. Het vergt wat inspanning, maar het kan. Mark noemde het al. Er zijn ook wel wat alternatieven voor bijvoorbeeld Google of Facebook. Daar kunnen we het na afloop ook nog wel even over hebben. Maar word vooral ook lid van de Correspondent. Dank jullie wel. Goed, dank je wel. Leuk verhaal. Vragen? Ja, genoeg. Ik geef ze even aan de mensen die nog niet geweest zijn.
Hi. Ben je niet bang dat we als maatschappij te dom zijn om onszelf te beschermen? Sorry? Dat we als maatschappij te dom zijn om onszelf te beschermen. Ik noem maar op Facebook, welke kleur ben jij en welke dier ben jij? En mensen klikken erop en ik heb even toevallig gekeken op de Terms of Agreement. En daar staat gewoon in van, ah, je data is voor mij en als je het verandert en je geeft niet door, dan kan ik je zoeken. Dus, ja. De vraag is dus, zijn we te dom om onszelf te beschermen? Nou ja, ik denk niet dat we te dom zijn. Ik denk wel dat er te weinig bewustzijn is over wat dat nou precies betekent. Hè? Wat er nou, op het moment dat jij groen intoetst op Facebook, dan betekent het dat er binnen de Facebook-machine weer iets over jou wordt geleerd. En ik denk dat heel weinig mensen dat realiseren. Maar ik geloof er wel in, en dat is dan misschien de lichte activist in mij, ik geloof er wel in dat als mensen het zich beseffen, als we tot ons door laten dringen, dat er dan misschien wel andere beslissingen genomen gaan worden. Ja, dat geloof ik wel. Ik weet niet of het een goed antwoord is op je vraag, maar een beetje, ja. Misschien in het verlengde daarvan. Doc Searls is bij Harvard, geloof ik, bezig al 20 jaar met het opzetten van vendor relationship management modellen, waar jij als klant bepaalt wat een bedrijf van jou mag weten en dat doe je alleen als je daar een reden voor hebt. Jarrod Lanier die zegt, de beste manier om de privacy te beschermen is om het geld waar te maken. Ja. Dus denk je dat mechanismen zijn die ons gaan helpen om bewuster te worden en ook onze privacy te bewaken? Ja en nee. Ik denk dat aan de ene kant dat het wel goed is in het proces van bewust worden. Hè, dat je dus dat je begrijpt van oké, dus ik... als ik 15 zoektermen intoets op Google, dan leert Google van mij. Nou, en eigenlijk zouden ze mij daarvoor moeten betalen, want zij verdienen er geld aan. Ik denk dat dat wel goed is. Ik denk dat het gevaar daarvan is dat je privacy eigenlijk reduceert tot een economisch concept. En dat is het in mijn ogen niet. En een van de nadelen van zo'n ding is dat mensen met weinig geld, bijvoorbeeld, die gaan dus alles wat ze zijn, al hun data, gaan zij verkopen, want dan verdienen ze geld. En dat is volgens mij niet goed, want privacy gaat in mijn ogen veel verder dan dat. Dat is een soort, ja, dat is een mensenrecht en dat is niet in geld uit te drukken. Dus ja, dat een beetje. Hey, en via Twitter en zojuist werd ook al gesteld, hè, de politie die koopt data omdat ze zichzelf niet mogen verzamelen. Ja, precies, dat is leuk, ja. Ja, ik ben van de politie. Ja, Ben Wanders heet ik. Ik ben hier een eenheid Noord-Nederland. Weet je, de politie heeft belang bij legitimiteit en vertrouwen. En ik zou niet graag een regisseur willen zijn die voor de rechtbank moet staan met gekochte data die niet zuiver is. Om er aan te geven van, natuurlijk zal op het spanningsveld van wat kan en wat niet kan gezocht worden. En daar zoeken wij de ruimte ook in. Daar hebben we ook voordelen van. Dat mag blijken uit DNA, hè? Oude zaken die we gelukkig weer op kunnen lossen met DNA, waarin we steeds verder gaan in gegevensverzameling. Dus het heeft ook een goede kant. En ik ben het volledig met je eens, hoor. Ik zit ook op het spanningsveld van wat is nog ethisch verantwoord, wat kun je wel, wat kun je niet. Maar ook kun je niet ontkennen dat de politie onderdeel is van die samenleving die veel breder gaat dan alleen maar de organisatie zelf. Ik was de teamchef hier in de Zuid, in Haren. Ik vertelde net verhaal ook in de pauze. Ik had buurtagenten en we hadden bedacht om een foldertje te creëren met een pasfoto en de naam en het telefoonnummer. Ik ben uw wijkagent, u kunt me daarna bereiken. Dat hebben we voor 10 jaar terug, zat ik daar, niet kunnen bereiken. Als ik nu zie wat buurtagenten binnenhalen en hoe ze zich profileren op Twitter en op andere social media, wat voor voordelen dat oplevert, hoe ze dat zelf ook zien, hoe die buurtagent dichter naar die burger gekomen is, op die manier herkenbaarder in de wijk aanwezig is, dat levert ons heel veel voordelen op. Weet je, de sociale media heeft ook wel een andere kant. En natuurlijk zit er ook die duistere kant van wat kan wel en wat kan niet. Maar ik verzeker je, de Jan-Peter de Vriese of Peter R. de Vries en andere organisaties die in de markt zitten, gaan veel anders met gegevens omdat de politie doet, die ook nog gehouden is aan een WPG, hè, de wet op de politieregisters. Uh-huh. En die wordt echt strak gehanteerd, kan ik je verzekeren.
Maar kunt u namens de hele Nederlandse politie spreken als u ontkent dat die gegevens gekocht worden? Ja, de reactie is al voorspelde antwoord al, denk ik. Okay. Weet je, ik steek mijn hand niet in de boezem voor andere collega's. Maar wat ik wel weet is... Nee, nou, dat is gewoon zuiver. Maar wat ik wel weet is dat je legitiem als organisatie wil zijn. Dat daar gigantisch op geïnvesteerd wordt. Dat die discussie ook gevoerd wordt. Want wij willen geen regels stellen aan Twitter. Weet je, jij bent verantwoordelijk voor de informatie die jij deelt en die jij binnenhaalt. Maar weet wel waar je mee bezig bent. En daar investeren we vooral op. We willen de deur ook niet dichtgooien. Natuurlijk is data net zo goed als dat, want dat riep ook een beetje de presentatie van de vorige op. Als het gaat om identiteitsfraude, hoe gaan we dan om met iemand die zich voordoet als, en dat zie je steeds meer, hè, dat je fake Facebook personalia aantreft, et cetera. En dat zal ook de data vervuilen in de markt en zeker bij zaken. En dat zal bij de politie ook gebeuren. Dus daar hebben we zeker mee te maken, maar daar hebben we ook mee te dealen. Antwoord is dus ja. Ja. Vragen? Een stokje, zo'n hele lange stok. Hi, ik wil nog even terugkomen op een toch wel, ja, vind ik tamelijk beangstigende uitspraak van Mark net. Big data is niet te stoppen. We hebben er maar mee om te gaan. Jij geeft aan, alleen al onze overheid, daar moeten we al bang voor zijn. Die kunnen er al niet mee omgaan. Wat voor wereld voorzie jij over 30 jaar, als dit dus inderdaad allemaal niet te stoppen is? En wat kunnen wij eventueel als maatschappij nog doen om het toch proberen te stoppen? Zo, dat is een grote vraag. Ja, ik geloof dat Jarno het trendvoorspeller is, dus kun je het niet... Nooit meer op internet, we moeten gewoon nooit meer op internet. Vind ik heel moeilijk. Alleen, waar ik me wel echt serieuze zorgen over maak, is de manier waarop wij zelf gegevens over onszelf vrijgeven. En dat het ons gewoon niet zo heel veel lijkt te schelen. En ik denk dat als dat zo doorgaat, dat je dan op een gegeven moment echt wel in een wereld terechtkomt waarin een paar hele grote bedrijven en in combinatie met een grote overheid zeer veel macht hebben over de gegevens van gewone gebruikers. Dat is een beetje een leeg antwoord, maar ik vind het heel moeilijk. Ik maak me heel veel zorgen, maar als journalist dwing ik mezelf om vooral in het nu te staan en te beschrijven wat er nu gebeurt. Daar zou ik het graag even laten. Ja, sorry. Oké, laatste vraag hier nog op de eerste rij. En nog een vraag, laatste. Ja, dat voorbeeld dat je gaf van dat je naar Syrië zou gaan en naar New York en dat soort dingen. Is dat niet eigenlijk heel fijn dat er dan een belletje gaat rinkelen op het moment dat iemand met zo'n profiel een ticket boekt en op het vliegveld staat? Is het juist niet iets positiefs? Je bedoelt omdat er misschien dus ook echt mensen zijn die daar dan heen gaan. En ja, want dat is de reden dat je het belletje gaat rinkelen. Dit is een extreem voorbeeld waar ik lang over nagedacht heb om het, zeg maar, de boodschap over te brengen. Maar kijk, in dit geval is het duidelijk. Oké, op dit moment speelt de dreiging van jihadis die terugkeren, dus moet je zorgen dat ze ook niet daarheen gaan. Het is een heel duidelijk profiel, zou je kunnen zeggen. Het probleem is alleen dat je niet weet wat voor profielen er nog meer bestaan. En dat jij dus misschien een soort dataspoor achterlaat of voldoet aan een bepaald profiel zonder dat je het doorhebt. Ik kan even geen concreet voorbeeld verzinnen. Maar ik kan me gewoon voorstellen dat er bij bepaalde overheidsdiensten bepaalde risicoprofielen bestaan van mensen. En dat daar mensen aan voldoen zonder dat ze ook echt dat risico vormen. Sorry? Als je dan
genoeg data zou hebben en alle data, de volledige data, dan zou je dus als overheid of als douane precies weten hoe het zit. Dus dan zou je dus wel gewoon naar New York mogen. Ja, dat weet ik niet. Dan ga je ervan uit dat er een soort onfeilbaarheid in het systeem zit. He, dat als je alle data maar tot je beschikking hebt, dat je dan ook geen fouten meer maakt. Dat lijkt me onmogelijk. Sla dat rapport erop na. En, bedoel, het is niet zo dat er de fouten die op dit moment gemaakt worden, liggen niet aan een gebrek aan data, maar gewoon aan het systeem en aan de manier waarop dat systeem gebouwd is. Ja, nee, ja, precies, hoe mensen ermee omgaan. En, ze moeten streven naar om er zo goed mogelijk mee om te gaan en niet naar om het te stoppen, denk ik. Ben je het daarmee eens? Ja, maar ik vind wel dat we de mogelijkheid moeten houden om er ook mee te stoppen als we vinden dat dat moet. Als we vinden dat beter is. Ja. Ja, heel kort even. Je zei net, ik kan niet echt een goed voorbeeld geven. Ik heb wel een heel goed voorbeeld. Iets waar ik me eigenlijk heel druk over maak, is dat op het moment dat mijn moeder bijvoorbeeld denkt dat ze kanker heeft, en ik denk van wauw, daar wil ik echt alles over weten. En ik ga op internet ga ik daar enorm naar lopen zoeken en ik wil dan die levensverzekering afsluiten. En ik krijg een afwijzing om een nogal vage reden en denk van hey, zou dat iets te maken hebben met mijn zoektocht naar kanker? Ja, als dat waar is, dan ben jij het voorbeeld waar ik al jaren naar op zoek ben. Sorry. Ja, nee, maar dit probleem hiermee is dat het vaak hypothetisch is. Je hebt in Engeland nu wel al een aantal bedrijven die leningen verschaffen aan de hand van jouw digitale profiel. Die dus bepalen of jij een lening krijgt, ja of nee, aan de hand van, ja, weet ik veel. Dit is natuurlijk het beetje de stok om mee te slaan van straks gaan verzekeraars hun premies aanpassen aan wie ik ben. Maar daar heb ik nog nooit echt een concreet voorbeeld van gevonden. Oké, nee, dat is voor de borrel. Graag. Applaus even, Maurits Martijn. Ja.